Loomaal, mijn naam is Kjeld en leuk dat jullie kijken en luisteren voor de derde etappe van de UAE Tour. Die ging van Armageddon Island naar Jebel Jais, 176 kilometer. Het kan saai zijn, maar niet als er waaien zijn. Het is helemaal vlak voor de eerste 140 kilometer. En dan de Jebel Jais van 19 kilometer aan 5,6 procent. Een zeer geleidelijke klim. Er is nog een kilometer aan 8 procent gemiddeld. 4 kilometer voor de finish. Maar het is wel een klim waar je echt voordeel hebt als je. Bij iemand in het wiel zet. Brandon McNulty startte de etappe als leider van het klassement. Zijn ploeggenoot Jay Vine tweede op 2 twee seconden, Vossel op 14 seconden. Gevolgd door een hoop andere renners als Bill Bauer ook tot helemaal Adam Yates op 28 seconden. Dus genoeg was er om voor te spelen. En natuurlijk ook de 10 bonificaties voor de winnaar aan de finish. Er was een ontsnapping met Stewart en Dillier, maar niet voor lang, want er was zijwind. En daardoor werd het de peloton in twee groepen opgesplitst. Maar op een gegeven moment kwam er dan ook meer informatie naar buiten. En werd het duidelijk dat er geen belangrijke renners voor het klassement in dat tweede peloton zaten. De belangrijkste waren dan nog Rubio, Meijers en Bjerg, die wel eens een sleutel zou kunnen gaan spelen voor UAE op de Jebel Jais. Maar het probleem was dat het nog ongeveer 75 kilometer was. Tot de voet van die klim. En omdat er dus ook geen grote namen op achterstand waren. Ze op een gegeven moment ook van de richting veranderen. Kwam alles weer bij elkaar. Want waarom zou je dan als ploeg je knechten voor in het peloton gaan zetten. Om tempo te rijden. Om met alle respect dan de derde rangse klassemensrenners achter je te houden. Ik vond nadat het allemaal weer bij elkaar was gekomen nog wel nerveus ogen in het peloton. De valpartij van de topfavoriet voor deze race Adam Yates met nog 45 kilometer gaan had daar weinig mee te maken maar hij keek even voor uh, twee seconden naar beneden. Komt met zijn uh, wiel tegen Allemans wiel aan en vervolgens uh, kon hij uh, heel hard uh, op de grond te uh, vallen. Mijn gevoel op dat moment was hij stap niet meer op maar Yates ging nog wel door. Uiteindelijk lost hij vroeg op uh, Jebel Jais en uh, verliet de race wat er de juiste de beslissing is, want hij moet zich ook na die val echt wel heel slecht hebben gedoeld, maar het was kankzinnig eigenlijk dat hij weer op de fiets stapte want na de etappe bleek dat hij een hersenschudding had, dus uh, of het zijn team was die gelijk na die val al de beslissing had moeten nemen om de race te verlaten, of uh, jezus zelf, je moet het in alle tijden en dan uh, met name denk ik dat ik hier kijk naar het team die renners beschermen en moet men dit soort gevallen als een renner gewoon heel hard met het hoofd tegen de asfalt komt, moet moeten gewoon adequaat worden gehandeld en goed worden gekeken na zo'n val of eerst iemand een hersenschudding heeft, want in het ergste geval stapt degene op, gebeurt het nog een keer en zijn er nog grotere problemen dan alleen een hersenschudding. Het was dus geen goed nieuws voor UAE en voor Jeet zelf, want Jeet leek met deze prestatie van, met de prestatie van vorig jaar op Hafit in de UAE Tour in Oman op Green Mountain voor week de grote favorieten om deze race te winnen. En het voor zijn ploeggenoten Fine en McNulty een stuk makkelijker te maken. Om voor UAE gewoon deze race te winnen. Dus ik hoop dat de Jeets weer snel terug kan keren zonder effecten van die valpartij. Hierdoor kon de race wel een stuk opener worden met één klimmer minder voor UAE. Die onmogelijke aanvallen zou kunnen reageren op die klim. Ik denk zowel met als zonder Jeets bleef het plan voor UAE denk ik gewoon hetzelfde. Om met bjerk een redelijke tempo te rijden. Zodat hij het vol zou kunnen houden tot een paar honderd meter voor het einde. Om zo dan uh, McNulty en Fine uh, uh, te laten sprinten. Daardoor weinig secondes ook te verliezen. Aan de andere renners, en uh, dat er uh, dan uh, niemand echt in staat was uh, om op die klim zelf weg te rijden. Nu gebeurde dat wel met nog 12,5 kilometer gaan, want Movistar deed precies hetzelfde op deze klim als uh, vorig jaar, door met de uh, Milesi Rubio te lanceren. Enigszins lukte dat ook wel, want Rubio had een klein gaatje, maar het probleem voor hem was, was dat uh, Mico Bjerg gewoon uh, te sterk was. Dus uh, Rubio was weer snel gegrepen door Bjerg, die maar op uh, koppen uh, bleef rijden van die groep. Ook toen de volgende aanval kwam van Jan Heert. Want eigenhandig eigen bracht Bjerke hem ook weer terug. Idios besloot nog wel om een handje toe te steken aan de UAE op de klim. De reden daarachter blijft voor mij wel een beetje een raadsel. Maar als ik dan toch een reden moet verzinnen, is dat ze het voor Vos deden. Om ervoor te zorgen dat hij dichter bij een sprint komt. En dat het ook uiteindelijk misschien wel een sprint gaat worden. En Tobias volgens zo min mogelijke seconden gaat verliezen aan de andere concurrenten voor het algemeen klassement. Lang leek het erop dat er gesprint zou worden voor de etappe met een groep van ongeveer 10 tot 15 renners. Maar ik had het wel zien aankomen dat er nog iemand zou gaan aanvallen in die laatste kilometer. Want Bjerg was allereerst met nog 4 kilometer gaan al tegen zijn limiet aan het rijden. Omdat de Prudon van AG de Catlon ACDCR besloot om het tempo in de groep wat hoger te leggen dan dat Bjerg dat deed. Op een gegeven moment stopte Prudon wel weer en bepaalde Bjerg Weer het tempo. Dus toen had ik wel zo'n gevoel. Van, gaat er nog een gevolg hierop komen? En die kwam uiteindelijk ook zeker. Want de Valentin Parapentre viel aan met Ben O'Connor in zijn wiel. Alles was perfect gedaan en perfect ook getimed van de Catalon ACDCR. Want de Bredon zorgde er als eerst voor dat Bjerk gewoon helemaal kapot was. En dat op een gegeven moment Vine op koppen moest gaan rijden. Omdat Bjerk gelost was en weer terug moest gaan komen. De tactische hieraan wat de Catalon ACDCR heel goed heeft gedaan. Is dat de Vine twee seconden achter zijn ploeggenoten stond. Met Brandon McNulty in het algemeen klassement. En die zich niet in de laatste paar Kilometer uh, fine helemaal uh, leeg gaat rijden voor een McNulty en andersom ook die dus uh, met Bjerg die geen uh, goede beurt meer op kop kon doen in die laatste 2 à 1 kilometer was er haast wel een uh, mogelijkheid uh, ontstaan om in die laatste kilometer weg te rijden dus niet alleen uh, die aanval van de parapenten en uh, O'Collor net voor de laatste kilometer was uh, heel goed uh, getimed ook het werken van Bredom uh, want uh, toen die twee mannen een gat hadden op uh, de groep van ongeveer uh, renners sloegen ook wat vertwijfelingen toe bij Vine die niet direct reageerde op die aanval van, van den, en Parapentre en O'Connor maar op zoek ging naar McDulty. Op een gegeven moment ging O'Connor er solo vandoor. en vanaf dat moment was het al wel zeker dat hij het ook zou gaan redden. Want het gat was zo groot die Paradipantra had gecreëerd in een hele korte periode. En dat Vine met een aanval nog in die laatste paar honderd meters het niet meer kon dichten. En zo pakte Ben O'Connor zijn tweede overwinning in ongeveer een week na het winnen in Moersja tegen eens Knap gedaan van de ploeg en van O'Connor zelf. Voor mijn idee leek het erop dat Vine eerst toestond. Moest gaan krijgen van McNulty om aan te vallen. En voordat hij die toestemming had, was het al te laat, want het gat was, was zo groot voor fijn. Om het nog dicht te rijden. Hij strandt op 5 seconden. Wordt tweede van Eetveld. sprint voor de derde plek. Pool vierde van Wilder. Vijfde. Valter zesde. Ricci Tello ook een hele knappe prestatie. Wordt zeven in deze etappe. Bilbao achtste denk ik wat teleurstellend met de sprint. Die hij heeft. Rubio negende. En Carr tiende ook allemaal op 5 seconden van O'Connor. En uh, McNulty heeft veel tijd verloren. In die laatste kilometer 14 seconden om precies te zijn. Uh, precies te zijn. En daardoor staat hij nu uh, 2 seconden. Achter ook konnen in het uh, klassement en uh, gaat de uh, Fine aan de leiding met 11 uh, seconden. Dus het klassement is gewoon een stuk opener dan dat het uh, was uh, na die uh, tijd. Het komt natuurlijk mede door het uitvallen van de uh, Yates. het opent uh, wel de mogelijkheid uh, nadal, uh, dat het uh, klassement op uh, Jebel uh, Hafid de volgende klim op uh, aankomende zondag, wanneer dat uh, iets nog spannend gaat worden. Morgen een makkelijke etappe van 177 kilometer. Compleet vlak met de finish in Dubai Arbor. Dus de tweede kans in deze race voor de sprinters om een etappe te winnen. Melier won de eerste sprintetappe. Ik verwachtte zelf opnieuw wel een chaotische finale. Omdat er nog steeds gewone sprinters zijn die uh, dit jaar nog uh, geen overwinning hebben. Een hele hoop zelfs. Maar ik hoop uh, deze keer toch echt wel een uh, nek aan nek duel uh, te gaan uh, zien tussen de topsprinters. De voorhand liggende keuze is opnieuw om Melieren te kiezen. Omdat hij gewoon het snelste was, twee dagen terug. Maar ik denk dat de DSM het goed gaat doen, het voor elkaar krijgt. En dat Fabio Jacobs het uiteindelijk af gaat maken. Gisteravond kwam er een interview naar buiten van Patrick Lefevre in het Belgische magazine Umo. Waarin hij je nog maar eens uh, inging op het de feit dat uh, alle verliepen de laatste twee jaren niet heeft gepresteerd En dat hij uh, teveel aan het uh, feesten was en uh, alcohol dronk. Waar ik me met name het meeste aan uh, stoor, is dat Lefevre dit weer uh, naar buiten brengt uh, via de media. Wat ik gewoon uh, niet uh, chic vind als je er op uh, deze manier, uh, wat hij dus heeft uh, gezegd in dat uh, interview over. Gaat praten. Het doet er voor mij niet heel erg om of Alphilip nou wel of niet heeft gedronken, maar het gaat mij puur om de katten kansen heel erg groot is dat hij na dit jaar gaat vertrekken bij Kwiksep en om dan als de Levevre zijn er weer zo'n trap na te geven. En, als, en ja, als hij daadwerkelijk wel een alcoholprobleem heeft, dan moet ze hem daarin gewoon steunen en de middelen aanbieden die hij nodig heeft om dat probleem problemen te doorbreken. Of het nu gaat gewoon om een geestelijke gezondheid of uh, fysieke afhankelijkheid. En die te gaan uh, dreigen met een uh, contractenbeëindiging of uh, publiekelijk over hem te gaan spreken wat hij, de, wat hij heeft gedaan in dat interview. In verdediging voor alle verliep kan je ook noemen dat Lefevre natuurlijk degene is geweest die dat monstercontract heeft aangeboden. Dus naar mijn mening moet Lefevre ook een beetje zelf in de spiegel kijken. Misschien dat hij nu spijt heeft, maar dit is niet de juiste manier om het zo aan te pakken. En om alle verliepen dan nog een beetje te verdedigen. Ik heb zelf, heel, ik heb zelf eerlijk gezegd de indruk dat alle verliepen gestopt is met het te presteren sinds hij een kind en een partner heeft met een eigen carrière. Ik kan ook dan niet te voorstellen dat hij zich echt 100% kan geven met die thuissituatie die hij die hij heeft gecreëerd. Daarbij moet je natuurlijk ook niet uit de weg gaan dat Julian zwaar ten val is gekomen in straden. Aangereden door zijn eigen teamauto in Brabantse Pel. Zwaar gecrest in Luik. Solide gereden als de helper voor, Renko, voor Remco. Totdat hij ten val kwam in die Fubelta. En dus uitviel. En ook op cruciale momenten, gewoon in de seizoen, een valpartij of een ziekte gehaald. Dus ja, wat kan je dan verwachten van een renner die op dit moment ook al 31 is? Niemand weet natuurlijk wat er achter de schermen zich afspeelt. gedurende trainingen. Daar heeft ook wel eens een verhaal dat Julian nog steeds amateuristisch traint. Maar om zo publiekelijk over een renner van je te spreken. Die dus al de moeilijke jaren achter de rug heeft. Is gewoon niet ver. En hopelijk ziet hij het zelf als een wake-up call. En dan presteert hij in 2024 weer op een niveau. Maar als een teammaas zoiets naar buiten brengt. Kan ik ook. Ook begrijpen dat het uh, misschien uh, niet motiverend gaat werken. Het bizarste van dat hele interview vond ik eigenlijk de uitspraak van Lefebvre. Hij ligt veel onder de sloeg bij Marion Roes, de vrouw van Alephilippe, die haar eigen carrière ook heeft, een goede baan heeft als directrice natuurlijk. Bij de vrouw, Tour de Franse fan. En waarom zou je haar er in dit interview en dat hele verhaal erbij moeten betrekken? En zeggen dat Marion meer Julian moet steunen en niet te veel haar eigen werken moet doen. Dus ik vond die reactie die terugkomt. Die reactie die Marion Roes gaf. Uitstekend om zich op die manier van zich te laten horen. Ze heeft ook denk ik veel steun gehad als je kijkt. Gewoon naar die reacties onder haar post voor de uitspraken die ze heeft uitgebracht. Want het grote publiek zal daar gewoon volkomen mee eens zijn met haar reactie. En ik weet wel zeker dat dit bericht van Marion Roes niet het laatste was. Want er gaan geheid nog meer mensen op reageren. Allemaal bedankt voor het kijken en voor het luisteren naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker even de duim omhoog. Abonneer gelijk dan even hier beneden. Vergeet zeker even niet dat belletje aan te zetten. Zo blijf je op de hoogte van de komende video's die online gaan komen. Morgen ben ik er natuurlijk weer. Dan ga ik uitgebreid de vierde etappe bespreken van de UAE-toer. En misschien is er dan ook nog wel meer nieuws over dat verhaal, natuurlijk. Dat Lefebvre naar buiten heeft gebracht. Dat hij Julianne, publiekelijke aanval. En die reactie van Marianne Groes. Tot morgen in ieder geval. Laters. Dus.